Een groep mensen met een beperking heeft donderdag een protestmars gehouden. Slecht ter been, in rolstoelen, slechtziend of blind, met of zonder hulp van begeleiders. Ze hebben zich naar de Nationale Assemblée en het kabinet van de president begeven om meer steun en faciliteiten te eisen van de regering. Een uitkering van 1750 SRD per maand doet het allang niet meer, benadrukken ze. Directeur van het kabinet Ajay Munshi en Deo Sharman, vicevoorzitter van de Nationale Assemblée, zijn diep geraakt door de actie. Sharman gaat zich inzetten om het lot van de mensen te verbeteren. Dat heeft hij beloofd nadat hij de petitie van de groep in ontvangst heeft genomen. We moeten helaas op straat komen, deelt Anil Kunj Bihari, voorzitter van Stichting One Okasi mee. We hebben in de afgelopen periode gesprekken gevoerd, brieven gestuurd, maar geen resultaat. We weten allemaal wat de situatie is bij de mensen met een beperking en bij de instellingen die de doelgroep opvangen. Zij staan ook op het punt om de deuren te sluiten omdat ze niet verder kunnen. Dat kunnen en mogen we absoluut niet accepteren. Wat gisteren een beperking was, hoeft vandaag geen beperking te zijn, merkt Kunj Bihari. We moeten wel de randvoorwaarden scheppen, zodat de mens met een beperking normaal kan gaan werken en een normaal leven kan leiden. Maar als het niet gebeurt, hebben we geen keus dan hier te zijn om te protesteren. Aan de protestmars hebben ook vertegenwoordigers van tehuizen meegedaan. Er is een petitie met 18 eisen ingediend bij de Assemblée en de president. De regering moet binnen 2 weken met tastbare oplossing komen, eist de doelgroep. Zij willen onder andere dat de uitkering van 1750 SRD per maand verhoogd wordt naar 4500 SRD. Dat ouders die kinderen hebben met een beperking ook in aanmerking komen voor de uitkering zwakke huishoudens. Dat de conceptwet die in 2017 is aangeboden, behandeld en aangenomen wordt. Dat zorgvervoer landelijk beschikbaar en betaalbaar wordt gemaakt. Dat de zorginstellingen korting krijgen op de hoge energierekeningen. Dat als het minimumloon van 20 SRD wordt opgevoerd, de instellingen in staat worden gesteld om die lonen te kunnen betalen. Deo Sharman zegt: met pijn neem ik deze petitie aan. We krijgen vaker petities, maar van een kwetsbare groep die nu op straat moet komen en de deuren van de Nationale Assemblée moet opzoeken, dat is ronduit beschamend. Als voorzitter van de Commissie Mensenrechten in DNA ga ik mij persoonlijk beijveren dat deze nota terechtkomt bij de juiste autoriteiten. Ik zal erop toezien dat er inderdaad werk van wordt gemaakt. Deze petitie, deze motie ga ik dicht bij mijn hart houden, vervolgt Sharman. Het zal op mijn bureau blijven dat ik elke dag ernaar kan kijken, dat ik er zeker van ben om werk van te maken. Dit beloof ik u. Ik zal met u in contact blijven, zodat ik wekelijks kan updaten over wat ik wel en niet heb kunnen doen. Munshi vindt het ook erg dat deze groep op straat moest komen. Ik vind het jammer dat u op straat moest komen om dit aan de regering of president aan te bieden. Hij gaat er werk van maken dat de president de petitie gauw krijgt, geeft hij aan.